En je kan het eigenlijk zien, hè, als je te verder af gaat en weer dichterbij. Ja, je ziet het effect, hij wordt gewoon wazig. Als je te langzaam gaat, krijg je druipers. Dat wil je ook niet hebben. Dus ik zou zeggen, iemand eventjes laten zien. Laat jij het even zien hoe het moet. Jij kan het. Nou, hij heeft het vaker gedaan. Nou, netjes. You're volgende. Bijna tegen de muur aandrukken. En dan... Hier als je... Hier zie je als ja, je ja. Ja. Nou, hier zie je dat je weer net iets te ver eraf gaat. Als je echt de hele tijd dezelfde afstand van de muur blijft houden, dan krijg je een mooie scherpe lijn. Ja, kijk, ja, dat zijn... Ja. Beginnerswedstrijd terug. Ja. Maar dat kun je later wel eens wegwerken. Dat laat ik zo meteen zien. Ja, dat is ook wel waar. Volgende. Ben je aan het filmen? Jij daar? Ja, dit is nou precies het mooie voor dat we ons niet doen. Je ziet dat je er echt te ver gaat en je gaat veel zo snel. Je moet langzaam bijna tegen de muur aandrukken en dan gelijkmatig langs die muur zo. Er is nog wel iets dichterbij. Dat is een mooie. Ja, die is wel goed. Ja, en je gaat iets te snel, dan wordt het ook minder scherp. En als je echt gewoon ja, met een gelijkmatige snelheid langs de muur blijft, krijg je scherp lijn. Probeer nog wel een keer hoe je iets te maken. Ja, het gaat toch niet snel, dus mag het nog langzaam. Nog langzaam. Kijk maar tot wanneer hij gaat druipen en dan ga je misschien steeds sneller. Als je ziet dat hij gaat druipen, ga je wat sneller. Even kijken. Ja. Ja. Dat is al beter. Hier ga je goed. En je gaat meer van je af. Hè? En je kan beter dan met je benen meegaan. Dat je het echt helpt voor je. Als je een beetje zo gaat, dan ga je sneller van je muur af. Oké, nou dan... De broer nog? Oh, sorry. Ja, nog. Ja, hier is hetzelfde. Je kan beter echt van recht voor gaan staan. Waar jij je lijn wil zetten, ga je er recht voor staan. Want anders ga je echt steeds verder van de muur. Nee, je kan er ook gewoon naast een lijn zitten. Ik denk dat het te vet, het mag dicht tegen de muur aan. Ja, kijk, hier ging het goed. Maar dan ga je steeds verder naar achteren en dan krijg je het scherper. Als je de helft dezelfde afstand van de muur blijft. Kijk, dat zijn ze, perfect man.